ja, er zijn ook wel andere kwaaltjes waardoor ik wat minder mobiel ben. Het was geen leuk weekend. Laten we het daarop houden. Er zijn meerdere mensen die mij adviseren om gewoon door te gaan met hardlopen. En de tweede naam kan ik alvast al verklappen. Dat is... Hi, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag de dag dat ik 37 weken zwanger ben. Als deze vlog online komt, ben ik waarschijnlijk 38 of 39 weken zwanger. Het zou ook kunnen zijn dat ik 40 weken zwanger ben. Het zou ook kunnen zijn dat ik inmiddels al bevallen ben. We weten het namelijk niet. 37 weken betekent dat je kindje voldragen is. Dus als ze nu komt, dan is ze zeker heel erg welkom. Ja, als ik nu zou bevallen, dan zou ik ook gewoon thuis mogen bevallen. Wat mijn wens is, dat was ook wel een van de vragen die ik straks ga beantwoorden. Ik wil heel graag thuis bevallen. 50% van de eerste bevalling eindigt alsnog in het ziekenhuis. Maar ja, we kunnen het in ieder geval proberen. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga jullie weer door al mijn kwaaltjes meenemen. Net zoals ik in het eerste en tweede trimester gedaan heb. En ik ga jullie vragen beantwoorden. Laten we beginnen met alle kwaaltjes uit het tweede trimester. En of ik die nu nog wel of niet heb. In het tweede trimester was ik kortademig. Nou, je hoort nu misschien aan mij wel een beetje dat ik af en toe naar adem moet happen. Dat is onveranderd. Maar ik heb wel een periode gehad dat ik veel minder kortademig was. Want ik denk dat rond 28, 29, misschien zelfs 30 weken Olly is ingedaald. Olly, dat is de naam die wij onze baby gegeven hebben voor the time being in de buik, zeg maar. Sinds ze is ingedaald heb ik dus meer ruimte hier. En kan ik dus ook weer makkelijker ademhalen. Ding is wel, ze is nu bijna een halve meter volgens mij. In ieder geval gemiddeld zijn baby's van 37 weken een halve meter. En dat neemt dus ook wel wat ruimte in beslag. Dus inmiddels ja, is ze ingedaald, maar ze zit ook weer hier. Dus de kortademigheid is ook ja, weer terug. En dat is op zich helemaal niet gek. En ik heb er nu ook veel minder last van. Ten eerste ben ik er aan gewend geraakt. En ten tweede doe ik het sowieso veel rustiger aan qua beweging. Omdat ik gewoon... Ja, er zijn ook wel andere kwaaltjes waardoor ik wat minder mobiel ben, zeg maar. Maagzuur had ik in het tweede trimester al. En dat heb ik nu eigenlijk nog steeds. En ik heb nu vooral het gevoel dat als ik ga liggen, dat mijn eten dan gewoon weer terugstroomt in mijn slokdarm. Ook al heb ik 2 uur daarvoor voor het laatst gegeten, het zakt gewoon niet. Het stroomt gewoon weer terug. En ja, ik heb moeten zeggen dat ik een paar keer was het zo irritant dat ik het ook maar gewoon eruit gegooid heb. Omdat ik gewoon echt niet kon slapen. Omdat dat eten, dat gewoon, dat bleef maar hier zitten. En dat, ja, dat moest er gewoon uit. Ik moet gewoon wat kleinere porties eten, denk ik. Ik weet niet. Het is geen heel prettig gevoel, maar het is ook weer niet het einde van de wereld. Ik bedoel, het is niet dat ik me daar heel erg ongemakkelijk door voel. Er zijn gewoon oplossingen voor. En dit heb ik echt 10 keer, 20 keer, 100 keer liever dan de kwaaltjes die ik in het eerste trimester had. En dat waren in het eerste trimester was dat vooral misselijkheid, heel erg veel angst en vermoeidheid. En dat vond ik echt by far het ergste trimester dat er was. Althans, tot nu toe. Pijn onder mijn borsten. In rond 23 weken volgens mij kreeg ik pijn hier onder mijn borst. En ik kon op een gegeven moment geen BH's meer dragen. En ik kon in geen enkele houding meer prettig zitten. Het was echt super irritant. Ik denk dat ik rond 30 weken dat ook met mijn verloskundige gedeeld heb. En die voelde toen ook een ontsteking zitten. Die zei, ga alsjeblieft even naar de huisarts om er naar te laten kijken. Waarschijnlijk is het niks, maar ja, better safe than sorry. En daar ben ik dus geweest en die zei, ja, dat is iets, waarschijnlijk iets van een gekneusde tussenribspier, omdat, ja, ik weet niet precies waar het door komt. Het kan allerlei redenen hebben. Volgens mij, mijn middenrif is 10 centimeter breder geworden. Nou, dat zal natuurlijk ook wel even wat voeten in de aarde gehad hebben op die spieren, zeg maar, dat daar spanning op die spieren komt, want ja... Als je middenrif uitrekt, dan moet je spieren daar ook mee. En die pezen. Nou, anyway, ik kan me echt heel goed voorstellen dat daar iets van een kleine ontsteking ontstaat. Het kan ook zijn dat Olly daar getrapt heeft. Ik zou het niet weten. Maar het goede nieuws is, het is weg. Ik denk dat rond 32 weken het minder werd. En sinds een maand heb ik er eigenlijk gewoon helemaal geen last meer van. Ik kan gewoon weer BH's aan en... Dat is echt, echt heel erg prettig. Want dat was wel echt een van de mindere
klachten uit het tweede trimester. Dat ik gewoon, ja, ik voelde me eigenlijk in geen enkele houding comfortabel. En ik kon geen BH aan. En dat is toch wel een beetje ongemakkelijk. Vocht vasthouden. Dat deed ik al in het tweede trimester een klein beetje. Dat ik geen ringen meer om kon. Dat is nog steeds het geval. Ik kan nog steeds mijn ringen niet om. Dus er zijn momenten dat ik hem wel om kan. Op het moment dat het bijvoorbeeld wat kouder is. En vroeg in de ochtend. Maar aan het eind van de dag krijg ik ze dan vaak weer niet meer af. Mijn benen vallen nog wel mee en mijn enkels. Ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat het gewoon niet zo warm is. Als het een warmer voorjaar was geweest, denk ik dat ik veel meer vocht had vastgehouden. En wat doe ik er tegen? Ik drink heel veel water en thee. En ik probeer ieder half uur wel heel even op te staan. Dus niet te lang achter elkaar te zitten. Dat is ook beter voor mijn bekken. Want als ik te lang heb gezeten, dan krijg ik daar ook last van. Kuitkrampen kreeg ik in het tweede trimester. En inmiddels, als ik geen magnesium slik, krijg ik ze nog steeds. Maar ik slik wel gewoon iedere avond gewoon een pilletje magnesium. Ik heb volgens mij Ortica 200 of 400. Een van de twee. In ieder geval, het werkt voor mij en dat is heel erg fijn. De pijn aan mijn schaambod, ja, die is echt wel next level pijnlijk geworden. Met 14 weken kreeg ik een beetje een zwaar gevoel op mijn schaambod. Daardoor kon ik ook niet meer hardlopen. Ik kon mijn benen heel erg lastig optillen na het hardlopen. En dat begon eigenlijk al tijdens het hardlopen. Ik kon nog wel heel lang gewoon wandelen en pilates doen. Maar ik moet wel zeggen dat op dit moment is de pijn wel zo erg dat als ik gewoon eventjes gezeten heb, dat ik al die spanning op mijn schaambod voel. En ja, 20 minuten wandelen is ook wel echt de max. Want anders dan kan ik gewoon de rest van de dag mijn benen niet meer optillen. Het is echt heel raar, maar ik moet dan echt gewoon mijn benen met mijn handen optillen. Dat is echt, echt heel raar. Ik word dan zo stijf daar. Ik ben ervoor bij een bekkenfysio geweest en die heeft me allemaal ademhalingstips gegeven die ik ook al met pilates deed. Dus ik heb daar, moet ik zeggen, niet heel erg veel aan gehad. Die zei vooral, doe lekker rustig aan. Dit is een teken van je lichaam dat je rustig aan moet doen. En dat doe ik dan ook maar. Hoe moeilijk dat ook is. Want ja, het voelt wel echt raar om zeg maar niet naar buiten te gaan en te gaan wandelen of zo. Of om een lang stuk te gaan fietsen. Of dat ik eigenlijk, probeer nog steeds wel 3 tot 4 keer in de week pilates te doen. Maar er zijn dan wel oefeningen die ik niet meer doe. Ik doe het nooit langer dan 30 minuten. Maar verder kom ik niet echt heel erg veel aan mijn beweging. En dat is best wel logisch als je 37 weken zwanger bent. Maar het is wel raar als je dat wel gewend bent, zeg maar. Oh ja, dit was ook een leuke. Ik had in het tweede trimester heel erg veel last van verstopping. Dat had ik opgelost door heel veel volkorenproducten te eten. Linzen, olijven. Daardoor ging het wel weer gewoon normaal of semi-normaal. Toen moest ik ijzertabletten gaan slikken. Omdat mijn ijzer te laag was. Of niet, wel, niet mijn ijzer was niet te laag, maar mijn ijzervoorraad was te laag. Dus als die ijzervoorraad nog lager zou worden, dan zou mijn ijzer daadwerkelijk te laag worden. En dat is niet goed voor de baby en ook niet goed voor mij. Want bij een bevalling verlies je best wel wat bloed. En als je dan ook nog eens een lage ijzer hebt, dat is niet zo, dat is geen succes. Dus ik ging 3 keer per dag ijzer slikken. En toen raakte ik best wel weer verstopt. En ook had ik een keer een weekend echt niet zo heel goed gelet op mijn volkorenproducten en de linzen, zeg maar. En toen had ik een half stokbrood op en allemaal van die simpele koolhydraten. En toen ben ik, dat was geen leuk weekend. Laten we het daarop houden. Het is opgelost. En inmiddels moet ik zeggen dat het echt weer als een zijtje gaat. En dat ik niet eens linzensoep ervoor nodig heb. Ik denk dat het te maken heeft met de prostaglandine, zeg ik dat goed? Het is een hormoon en dat zorgt er onder andere voor dat je baarmoedermond verweekt. Ik hoop dat ik dat goed zeg. In ieder geval, dat hormoon krijg je ook vlak voor je menstruatie. En de situatie in mijn darmen is op dit moment een beetje hetzelfde als de situatie vlak voor mijn menstruatie. Dus ik denk dat de prostaglandine goed hun werk aan het doen zijn op dit moment. En dan het laatste klachtje waar ik al veel last van had in het eerste en tweede trimester. Veel plassen. Dat is alleen maar erger geworden sinds olie is ingedaald.
Als ik opsta, moet ik eigenlijk vrijwel meteen naar de wc. Want ja, dan valt ze met haar hoofdje op mijn blaas. En ook al zit er maar één druppel water in, ik moet naar het toilet. Ja, dat is best wel een ongemakkelijk gevoel. Maar dat hebben volgens mij alle zwangere vrouwen last van. Dus daar ga ik zeker niet over klagen. Maar het is wel, ja, wel. Ik vond het vooral nog onhandig op het moment dat ik nog veel wandelde. Want ja, dan moest ik eigenlijk gewoon tijdens een wandeling 3 keer naar het toilet. Nu wandel ik toch niet meer zoveel. Dus hoef ik ook niet zo heel veel meer naar het toilet. Of in ieder geval niet buitenshuis naar het toilet. Hier thuis wordt het toilet goed gebruikt. En nu krijg ik een appje binnen. Heb ik nog nieuwe kwaaltjes gekregen in het 3e trimester? Nou, ik slaap echt best wel bizar slecht. Ik slaap heel onrustig en heel ondiep. Ik ben niet aan het piekeren of zo. Ik ben niet bang voor iets. Maar ik merk gewoon dat mijn omdraaien in bed gaat natuurlijk al helemaal niet lekker met zo'n buik. Dus als je aan het omdraaien bent, nou, daar word ik ook gewoon wakker van. Want het kost gewoon moeite. Moet ik vaak naar de wc. Ik heb heel veel honger 's nachts. Het is geen echt heel groot probleem. Want ik hoef eigenlijk nergens naartoe. Ik ben lekker thuis. Dus als ik wil, kan ik 's middags ook een kort slaapje doen. Maar ja, het is wel opvallend dat ik echt best wel slecht slaap. En Tuur slaapt ook heel erg slecht. En ja, misschien is het ook wel een soort van voorbereiding op ons nieuwe leven. Dat als Olly geboren is, zullen we waarschijnlijk ook wat minder diep slapen. Zullen ook wat nachtvoedingen bijkomen. Zal af en toe huilen. Dus ik denk dat dit nog wel een soort van voorbereiding hierop is. Ik heb ook best wel veel last van harde buiken. Dat had ik eigenlijk ook al in het 2e trimester. Maar nu is het wel zo heftig dat als ik een beetje te intensief bezig ben geweest. En dat kan gewoon achter mijn bureau zijn geweest. Als ik bijvoorbeeld de hele middag geschreven heb en verder best wel heel gefocust aan het werk ben geweest. Dan merk ik dat ik minder goed heb adem gehaald. Tenminste, ik denk dat het is. En dan zwelt heel mijn buik op. En dan krijg ik wat minder lucht. En dat heb ik af en toe wel gewoon 20 keer in een uur. Ik maak me daar geen zorgen over. Want op het moment dat ik ga liggen en mijn telefoon wegleg en op mijn ademhaling ga letten, dan is het weer helemaal weg. Dus het zijn geen weeën of zo. Hoewel die nu wel zouden mogen komen. Want ik ben natuurlijk 37 weken zwanger. Maar ja, het is gewoon een teken van mijn lichaam dat ik gewoon wat rustiger aan moet doen, denk ik. Wat best wel lastig is. Ja, en lang staan zorgt ook voor harde buiken. Dus als ik bijvoorbeeld eten aan het koken ben, dan ga ik nu de knoflook en de ui, die snij ik nu aan de keukentafel. Want als ik dat staand doe, dan ja, dat werkt gewoon echt niet. Want dan ben ik al moe voordat ik in de pan moet roeren, zeg maar. Goed, dat waren alle kwaaltjes. Laten we verder gaan met jullie vragen. Ik heb er een aantal geselecteerd. Er kwamen namelijk heel erg veel vragen binnen. En ik heb de leukste en degene die ik nog volgens mij niet beantwoord heb, heb ik geselecteerd. En die ga ik nu beantwoorden. Eerste vraag is, wat is de gekste droom die je tijdens je zwangerschap gehad hebt? En ik moet zeggen, ik moet het echt even afkloppen. Maar ik heb de laatste tijd wat minder gekke dromen. Misschien omdat ik minder diep slaap. Ik weet niet, heb je minder dromen als je minder diep slaapt? In ieder geval in het 2e trimester had ik wel echt hele bizarre dromen. En van dat ik een baby had gekregen en vervolgens vergeten was dat ik een baby had gekregen. En dat ik 2 dagen later dacht, oh ja, er ligt nog een baby in een wiegje waar ik voor had moeten zorgen. Oh mijn god, leeft ze nog wel? Dat heb ik gehad. Maar ik heb ook echt gewoon familieleden met een hakbel vermoord. Dat ik echt denk, waarom? Dit is zo raar. Ik ben een keer bevallen van een meisje. Dat hij eigenlijk uitzag als een meisje van 9 maanden. Met hele grote blauwe ogen. En Tuur was er niet bij, maar mijn ouders waren er wel bij. I don't know. Wat heb ik nog meer gedroomd? Ik ben echt zo vaak uit het raam gesprongen. Ik ben heel vaak op de vlucht geweest. Oh ja, ik heb een keer gedroomd. Dat was echt fantastisch. Ik ging gewoon een beetje ademhalen. En ineens zat er een baby in mijn onderbroek. Dat was mijn bevalling. Dat ging zo makkelijk. Och, echt. Daar zou ik echt voor tekenen. Volgende vraag. Wat is het meest irritante, goed bedoelde advies? Er zijn meerdere mensen die mij adviseren om gewoon door te gaan met hardlopen. Niet zo te zeuren, gewoon door te gaan met hardlopen. Dat is, nou, ik weet niet of dat een goed bedoeld advies was. Of dat mensen zijn die het niet helemaal begrijpen. Maar ja, ik krijg echt heel erg veel last van mijn schaambod met hardlopen. Ik krijg al last van mijn schaambod. Met zitten, met wandelen. Dus hardlopen.
iedere pas, bij iedere stap die je zet, krijg je 5 keer je lichaamsgewicht te verduren. Nou, op dit moment weeg ik 76 kilo. 5 keer 76 kilo. En op het moment, het doet daar al pijn. En het is daar, dat gebied is een beetje verweekt door het hormoon relaxine. Dat is heel handig, want daardoor kunnen je bekken straks bij de bevalling makkelijker uit elkaar. Maar dat zorgt dus ook voor dat alles daar een beetje wat minder stabiel is. Dus 5 keer 76 kilo, ik kan het nu eventjes niet, wat is het? Dat is 380 kilo per keer op een gebied dat al pijn doet. Dat is volgens mij geen heel erg goed advies. Maar ik vind het gewoon ook een beetje belerend dat mensen dan tegen je zeggen van ja, ga gewoon lekker hardlopen, zeur niet zo. Maar ten eerste, voor mijn gevoel zeur ik niet. En ten tweede, ja, het is gewoon echt heel erg dom advies. Want als ik nu door zou lopen, denk ik echt dat ik nog veel meer schade aan mijn bekkengebied zal oplopen. En daar ga ik de rest van mijn leven niet blij mee zijn. Dus ja, ik ga gewoon weer lekker hardlopen op het moment dat het wel weer kan. Dat het geen pijn meer doet. Waar heb je het meeste van genoten? Oh, dat vind ik echt lastig, want ik vind het... Ja, ik heb van heel veel dingen genoten. Een van de dingen die nu meteen in mijn hoofd opkomt, is dat ik echt genoten heb van mijn mooie huid de afgelopen weken, maanden. Ja, ik heb wel wat pigmentvlekken, maar dat vind ik echt veel minder erg dan acne. Afgelopen weekend had ik ineens weer een puist. En ik had echt, denk ik, al het hele jaar nog geen puist gehad. En toen besefte ik pas hoe shit het is om een puist te hebben. Want ik was daar echt gewoon wel weer een beetje mee bezig ook het hele weekend. En toen besefte ik pas hoe fijn het eigenlijk is om geen puistjes te hebben. Dus ja, daar heb ik echt van genoten. Ik vind het getraffel in mijn buik ook heel erg leuk. Niet altijd, moet ik zeggen. Soms dan denk ik wel, oh wow, ik ben nu heel even hiermee bezig. Ik moet me concentreren. Maar over het algemeen vind ik het echt super leuk. En dan probeer ik op het moment dat ik denk van, oh, hou op. Dan denk ik, dan wijs ik mezelf eigenlijk al terecht van, dit ga je nog missen, Annemerel. Geniet er maar van. Ik kijk ook heel erg uit naar ons nieuwe leven. En die voorbereiding daarop samen met Tuur vind ik gewoon heel erg fijn. Dat spannende, dat onbekende, daarnaar uitkijken, dat vind ik ook heel bijzonder. Wat is je bevallingsplan? Moet Arthur meepuffen of juist niks zeggen? Nou ja, mijn bevallingsplan... daar ga ik misschien nog een hele video over maken. Dus wellicht zie je die nog voorbij komen. Moet Arthur meepuffen? Nou, ik heb wel met hem een aantal video's bekeken over bevallen. En het ding was, ik vond, je moet dan een bepaalde ademhaling doen. En dan moest je best wel een luidruchtig geluid bij maken. En ik vond het echt super gênant. Zeg maar zo gênant dat ik het niet eens in mijn eentje... in eerste instantie durfde te maken. Maar Tuur die dacht echt, ah, dat is helemaal normaal. Dus hij ging die ademhaling oefening doen. Kom, we doen het samen. Dus we hebben al een beetje geoefend met samen puffen. Ik denk dat ik op het moment dat ik ga bevallen, dat ik mijn gêne ook wel voorbij ben. En dat ik ook gewoon lekker ga puffen. Maar misschien moet ik er nog wel een beetje mee oefenen. En ja... Ik heb best wel vaak migraine gehad en ik weet dat migraine niet te vergelijken is met een bevalling. Maar Tuur weet dan wel altijd wat hij moet doen om mij zeg maar een goed gevoel te geven. Dus dan gewoon heel stil zijn, een bepaalde muziek aanzetten, een glaasje cola inschenken. Dus Tuur weet instinctief volgens mij wel wat hij moet doen tijdens de bevalling. En ja, we hebben het er ook wel over, dus ik denk dat dat wel goed komt. Heb je cravings en zo ja, welke? Nou, ik geniet echt enorm van huttekezen en olijven. Een beetje dat wat zuurdere. De laatste tijd eet ik ook echt heel veel dadels. Het schijnt dat dadels ervoor zorgen dat je bevalling verspoedigd kan worden. Het is dus niet zo dat je eerder gaat bevallen. Maar dat dadels zorgen ervoor dat je bevalling korter kan duren. En dat is natuurlijk
wel prettig. Want op een gegeven moment word je natuurlijk moe. En hoe langer een bevalling duurt, hoe meer complicaties er volgens mij ook kunnen komen. Dat zeg ik nu, maar dat zou ook helemaal fout kunnen zijn dat ik dat zeg. Dus reken me hier alsjeblieft niet op af. Maar ja, ik eet dus 6 dadels per dag. Maar soms zijn het er wel 10. Dus ik heb volgens mij ook een keer 20 dadels gegeten. Dat is echt niet goed voor je. Het is veel te veel suiker. Maar ik vind ze zo lekker. Ik kan ze echt gewoon de hele dag eten. Ja, wat is je het meest meegevallen en wat is je het meest tegengevallen? Wat me het meest is meegevallen is dat ik... ik vind mezelf niet lelijk. Ik had dus verwacht dat ik mezelf echt heel lelijk zou vinden tijdens de zwangerschap. Dat ik niet zou kunnen accepteren dat ik een dikkere buik had. Ja, normaal als ik zeg maar een beetje me opgeblazen voel, dan voel ik me echt onprettig. Maar een opgeblazen buik is iets heel anders dan een baby in je buik. Dat is echt wel heel belangrijk om te onthouden. Dat is echt een wereld van verschil en ik vind het ook gewoon mooi. Wat me het meest is tegengevallen is dat ik... ik had wel gehoopt dat ik minder last van mijn bekken zou hebben gehad. En langer had kunnen doorlopen. Toen heb er best wel veel aan gedaan om toch door te kunnen lopen. Maar en ik bedoel, ik heb op een gegeven moment deed ik 5 keer in de week pilates en spierversterkende oefeningen. Om voor mijn houding en voor mijn... zodat ik toch nog kon lopen. Maar ja, het op een gegeven moment houdt het toch gewoon op. En ja, ik weet dat er mensen zijn die gewoon tot hun bevalling marathons kunnen lopen. Maar ja, voor mij hield het hardlopen eigenlijk al op na 14 weken. Eigenlijk hield het al op na 6 weken, want toen was ik te misselijk. Dus ik heb echt al super lang niet hard gelopen. En dat vind ik dan wel best wel een beetje jammer. Maar goed, als dat het allerergste is... Oh ja, en in het eerste trimester vond ik de misselijkheid ook echt niet misselijk, zeg maar. In welk trimester heb je het meest genoten van de zwangerschap? Oh, dat vind ik lastig. Want ik vond het tweede trimester was inderdaad was wel een beetje die honeymoon fase. Wat ze wel vaker zeggen. Dat het eerste trimester is een hel. En dan het tweede trimester is dan... dan voel je je weer wat fitter. En je bent weer tot veel meer in staat. En je kunt met iedereen delen dat je zwanger bent. Dus dat vond ik inderdaad wel heel fijn. Maar ik moet zeggen dat ik dit trimester ook tot nu toe niet vind tegenvallen. Ik vind het jammer dat ik niet kan wandelen. En dat ik dus niet zo heel makkelijk kan bewegen. Maar ik vind het wel prettig dat ik gewoon... ik voel me nog steeds heel energiek en vrolijk. Ik voel me gewoon goed. Ik moet niet te veel doen. Ik kan niet te veel doen. Dat is best wel irritant. Maar verder voel ik me echt top. Dus ik vind het tweede en derde trimester eigenlijk allebei even leuk. En misschien vind ik dit nog wel leuker omdat het nu zo dichtbij komt. Dat ik straks een kindje heb. Beleef je de zwangerschap als iets spannends? Nou, in het eerste trimester was ik heel erg bang dat er iets mis zou gaan. Daarna eigenlijk niet meer. En ik moet ook zeggen dat ik nu nog steeds niet opkijk tegen de bevalling. Terwijl het nu toch best wel dichtbij komt. Maar ik ben er nog niet echt bang voor. Wat heb je voor de voorbereiding voor de bevalling gedaan? En ik heb heel veel boeken gelezen. Onder andere Mama en van Nina Pierson en Positief over bevallen. Van Millie Hill. Ik heb podcasts geluisterd. Ik heb heel veel positieve bevallingsverhalen geluisterd. En verder kijk ik video's van Bridget Tyler. Zij is een doula uit San Francisco. En zij heeft heel veel video's gemaakt over bevallen. En dus die kijk ik best wel vaak. En die kijk ik ook vaak samen met Tuur. En dat vind ik hele prettige video's. Heb je meer of minder trek dan in andere trimesters? Ik heb nog steeds evenveel trek, maar ik zit wel sneller vol. En daardoor ben ik dus gewoon de hele dag aan het eten. Kijk, voorheen nam ik dan bijvoorbeeld een kop linzensoep met 2 boterhammen. En nu neem ik een kop linzensoep en dan een uur later neem ik die 2 boterhammen. Dus ik verspreid het wat meer, omdat het gewoon... Ja, mijn maag is kleiner, omdat het hier gewoon wat zit, zeg maar. Hoe ga je om met je veranderende lijf? Deze vraag heb ik echt super vaak gekregen. Echt, ik denk dat het de meest gestelde vraag is. En dan in allerlei vormen. Er zijn mensen die zijn, hoe vind je het om nu zo zwaar te zijn? Hoe vind je het nu om een dikke buik te hebben? En dan andere mensen zeggen meer, hoe weinig kilo ben je aangekomen? Dus het zijn allemaal een beetje vragen die een beetje op elkaar lijken. Ik moet zeggen dat ik echt heel positief naar mijn lijf qua uiterlijk kijk. Ik
hoor ook van veel mensen die mij in het echt gezien hebben dat ik eigenlijk alleen ben aangekomen op mijn buik. Nou ja, zijn mijn benen zijn wel iets steviger geworden en ik heb iets rondere billen. Is niet gek, want ik liep 70 kilometer in de week en nu loop ik 0 kilometer per week. Dus ja, het is niet gek dat het daar iets steviger wordt. Wat ik dus wel lastig vind is dat ik niet makkelijk kan bewegen. Dus als ik nu wil stofzuigen onder de bank, dat ik daar eigenlijk tuur voor moet vragen. En dat doe ik dan niet, maar daar moet ik dan vervolgens wel voor op de bladen zitten. Maar dat is dus meer fysiek dan uiterlijk, zeg maar. Dus ja, ik ben echt niet ontevreden met mijn spiegelbeeld op dit moment. Ik vind het wel heel spannend na de bevalling van hoe ziet het er dan uit en wordt mijn buik, hoe ziet mijn buik er na de bevalling uit. Maar ja, weet je, ik denk dat is latere zorg en ik denk dat ik op dat moment ook al met heel andere dingen bezig ben dan mijn uiterlijk. Want dan heb ik net een kindje gekregen en dan is dat het belangrijkste. Mijn buik is een huisje voor mijn kind, zoals mensen zo mooi zeggen. En ik nu dus ook. Maar ja, ik denk dus, ik weet niet wat ik kan verwachten. Maar op dit moment heb ik er in ieder geval geen probleem mee. Het is jammer dat ik de meeste kleding niet pas. Dat is vooral heel onhandig. Maar verder voel ik me gewoon goed over mijn eigen lijf. Oké, deze vraag heb ik ook heel vaak gekregen. Wanneer wil je weer beginnen met hardlopen? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Want ik weet niet hoe snel ik herstel van de bevalling. Ik weet niet hoe heftig mijn bevalling gaat zijn. Ik moest natuurlijk best wel snel stoppen met hardlopen tijdens mijn zwangerschap. Het zou dus ook best wel kunnen dat het wel weer een tijdje duurt voordat ik weer kan beginnen met hardlopen. Volgens mij moet je na een week of 12 moet je langs een bekkenfysio om te kijken hoe het ervoor staat. En als zij je dan groen licht geeft, dan kun je weer beginnen met hardlopen. En dan wil ik gewoon echt gaan luisteren naar mijn lichaam. Want als ik na één keer hardlopen merk dat het nog niet goed voelt, nou, dan moet ik gewoon wachten. En ja, ik wil wel gewoon, ik ga een schema volgen, opbouwen naar 5 kilometer. Volgens mij is dat, ik ga het tuurschema volgen, dat is 10 weken. En daar ga ik me ook gewoon echt aan houden. Want ja, misschien kan ik conditioneel alweer veel sneller, langere stukken achter elkaar lopen. Maar ik wil dit echt op een goede manier doen. En niet dat ik later allerlei blessures heb, omdat ik te snel heb opgebouwd. Ik heb alle tijd. Ook al zal het op een gegeven moment wel voelen alsof ik niet alle tijd heb. Dat ik gewoon toch sneller weer wil opbouwen. Maar ja, tuur gaat me er echt aan houden dat ik me aan het schema ga houden. En ik heb er eigenlijk wel heel erg veel zin in om weer op te gaan bouwen. Ook gewoon, natuurlijk heb ik heel erg veel zin om hard te gaan lopen. Maar ik heb ook gewoon zin om, ja, dus op een verantwoorde manier op te gaan bouwen. En dus met minuutjes, of misschien beginnen we wel met halve minuutjes. Ik weet het niet. Ik ben er in ieder geval, ik kijk er echt heel erg naar uit om dat, zeg maar, om dat weer als een soort van nieuw project te zien. Weer terug naar 5 kilometer en dan weer opbouwen naar 10 kilometer. En dan misschien weer wat snelheid toevoegen. En ja, ik weet totaal niet hoe het gaat. Want nogmaals, ik weet niet wat voor bevalling ik heb. En ik weet ook niet hoe ik ervan herstel. Maar we gaan het zien. De laatste vraag. Hoeveel namen krijgt jullie kindje? 2 voornamen of... Een eerste naam, een tweede naam en een achternaam. En de tweede naam kan ik alvast wel verklappen. Dat is Olivia. Olivia, omdat we Olly natuurlijk Olly noemen. En Olly, Olivia, dat vonden we leuk. We wilden eigenlijk ons kindje Olivia noemen. Maar er zijn zoveel Olivia's. En er zijn ook echt al heel erg veel Olivia van Dijks. En dat vonden we gewoon niet zo heel erg leuk. Dus we hebben voor een iets bijzondere naam gekozen. Als eerste naam. En Olivia hadden we eigenlijk helemaal geschrapt. Omdat we het wel een beetje veel vonden misschien. Om 2 van die mooie namen achter elkaar te plakken. Maar uiteindelijk zijn we toch gegaan voor Olivia. Omdat ja, we verwachten dat we Olly ook nog wel Olly zullen noemen als ze uit de buik is. Natuurlijk gaan we er ook bij haar echte naam noemen. Maar ja, ik wil Olly toch nog niet helemaal kwijt. Dus haar tweede naam wordt Olivia. Oké, hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik vond het super leuk dat je gekeken hebt. Ik vond het heel leuk om deze video te maken. Om al jullie vragen te beantwoorden. En nou ja, de volgende video die gaat dan over het vierde trimester, denk ik. Of in ieder geval niet de volgende video. Er zullen heus nog wel wat video's tussen komen. Maar de volgende video in deze serie die gaat dan over het vierde trimester.
de periode na de bevalling. Ik kan er nog helemaal niks over zeggen, want ik weet er echt nog helemaal niks vanaf. Ik heb er natuurlijk wel over gelezen, maar je moet het denk ik zelf meemaken. Net zoals dat je een zwangerschap zelf moet meemaken voordat je echt beseft wat het allemaal inhoudt. Toen ik in het eerste trimester zat, kon ik me ook niet voorstellen dat ik me ooit weer goed zou gaan voelen binnen deze zwangerschap. Maar het is toch echt gebeurd. En ik kon me toen ook, toen ik een week of 7 zwanger was, kon ik me ook niet voorstellen. Ik dacht echt dat zeg maar het derde trimester nooit zou komen. Sinds begin dit jaar is de tijd echt gevlogen. Ik kan echt niet wachten om Ollie in mijn armen te hebben. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Bevalling, kijk ik nog niet tegenop. Misschien moet ik dat wel doen, maar dat is voor later zorg. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video.